Goeiedag. De afgelopen 24 uur trokken soms stevige winterse buien over ons land. Met hagel, maar niet alleen dat, soms ook behoorlijk wat sneeuw. Nou, tijdens die buien werd het soms een beetje wit. Dat gebeurde met name in het zuiden en zuidoosten van het land. En dat leverde her en der ook gladheid op. Maar zodra die buien dan over waren, werd het droog en liep de temperatuur weer een paar graden op, waardoor het sneeuwdek op de meeste plaatsen toch niet lang stand hield. Ja, en behalve die buien, mooie opklaringen. Af en toe scheen de zon flink. Tijdens die momenten loopt de temperatuur dan op naar 4 of 5 graden. En dat levert dan weer schitterende plaatjes op met buienluchten. Nou, ook op dit moment trekken er nog winterse buien over het land. Daardoor zijn de temperaturen behoorlijk laag voor de tijd van het jaar. Met name in het binnenland. Begin van de middag zagen we waardes van 1 of 2 graden boven 0. En tijdens een sneeuwbui, onder andere hier in Friesland, zelfs maar iets boven het vriespunt. Nou, en tijdens zo'n moment kan het dan ook even wit worden, alvorens het daarna weer wat opwarmt. Nou, die buien hangen samen met een lage drukgebiedje. Dat ligt net ten noorden van de Waddeneilanden. Trekt de komende uren langzaam naar Duitsland toe. En dan komt er nog een nieuw lage drukgebied. En dat passeert waarschijnlijk vrijdag onze omgeving met opnieuw een portie winterse buien met kans op hagel, met natte sneeuw. Al wordt de lucht langzaamaan wel wat minder koud. Dat betekent dat de kans op sneeuw toch wel gaat afnemen de komende 24 tot 48 uur. Tijdens het weekend zien we vanuit het westen een groot lage drukgebied naderen. Met de voorste neerslag daarvan zaterdagmiddag zo'n beetje over ons land heen. Dat zal regen zijn. En daarachter bevindt zich dan zeer zachte lucht, waar we zondag en maandag mee te maken gaan krijgen. Nou, vanavond en vannacht eerst dus nog een paar winterse buien. Met name in het midden en noorden van het land. Kans op lokaal onweer, hagel daarbij, natte sneeuw en diepelandinwaarts misschien ook wel droge sneeuw. En tijdens zo'n bui kan het dan ook even wit en glad worden. Tijdens opklaringen in het binnenland temperaturen iets onder het vriespunt en aan de kust een graad of 5. En morgen houden die buien nog een tijdje aan. In de loop van de middag leeft de buienactiviteit zelfs weer behoorlijk op vanuit het noordwesten. Opnieuw kans op hagel en natte sneeuw en mogelijk onweer daarbij. Maar tegen de avond, dan gaat de buiigheid langzaam afnemen. En onder invloed van een stevige westenwind wordt het niet meer zo koud. Middagtemperaturen tussen de 4 en 7 graden. Maar tijdens buien is het dan wel een paar graden kouder. Nou, zaterdag ziet er dan compleet anders uit. Het is dan overwegend bewolkt en in de loop van de dag gaat het vanuit het zuidwesten geleidelijk aan regenen. Het zal vooral lichte regen zijn, alleen in het noordwesten zal de neerslag in de loop van de middag wat intensiever worden. Temperaturen daarbij rond een graad of 5, maar in de avond dan nadert vanuit het zuidwesten een gebied met die zeer zachte lucht en gaan de temperaturen behoorlijk oplopen. Dat gaan we vooral zondag merken, maar liefst 15 graden gemiddeld over het land, maar in het zuiden van het land zou het zelfs 17 graden kunnen worden. Daarbij valt een enkele bui, maar ook is er geregeld ruimte voor de zon, dus het zal niet eens een hele onaardige dag zijn. Ook maandag is het zacht, in het binnenland nog 15 graden. In de loop van de dag volgt er dan wel regen. En de dagen daarna is het lichtwisselvallig weer met temperaturen rond 10 graden. Dus de koude lucht zijn we vanaf het weekend voorlopig wel weer kwijt. Ik wens u nog een mooie dag.